Ik ben al van die dagen, dan kun je de jas echt wel aan hebben. Maar ook zo'n dag als vandaag met een toch wel redelijk frisse westenwind. En temperaturen die net aan de 14 graden kwamen. En zo nou dan nog een beetje overheen. Nou, daar ben je echt dagen om de jas erbij aan te trekken. En dat heb ik dan ook morgen gedaan. Nou, verder kun je niet zo heel veel bijzonders vertellen over het weer. Wat nog wel is, dat er mooie foto's gemaakt kunt worden. En dat is ook gebeurd door diverse fotografen. Ik heb er een paar u gepikt. En de eerste laat een beetje een deurbeeld zien. Grote bewolking met opklaring erachter en de andere ook weer wat bewolking met meer blauwe lucht. Al met al dus mooie foto's en wil je ook een foto insturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Het weer van vandaag, dat wordt vanavond toch in komende nacht iets anders, want er gaat wat meer regen vallen vanuit het westen en dat zal gedurende de nacht ook een beetje aanhollen. Morgen vroeg trekt die regen dan wel weg. De temperaturen liggen zo rond de 8 tot 9 graden als minimum en morgen nog een dag dan wordt het ietsje zachter voor het gevoel, 15 tot 16 graden. En overdag is het weerbeeld ook wel weer een klein beetje open met wolkenvelden en wat zon. Ja, de kans op een bui is morgen weer wat kleiner geworden. Al met al dus een kleine opleving kun je wel stellen. Nou, wie bent vandaag in Serenberg en hier is de tuin wat eerder de nonnen altijd liepen. En hebben ze omgetoverd tot het stadspark, of het is gewoon stadspark gewoon heten. En met een mooie vijver erbij die weer helemaal opgepimpt is, maar ook een mooie padendeur met wat beelden. Ja, een vertier van het weer kunt misschien ook nog wel, want het zit er best wel aardig uit op langere termijn. Maar de zure appel is nog niet helemaal op. Morgen nog een enkele bui en donderdag en vrijdag waarschijnlijk ook nog wel. Maar vrijdag laat op de dag is het toch meest droog. Maar we moeten dan eerst ook nog weer wat regen verwerken. Donderdag nog een enkele bui overdag, maar later ook weer wat meer regen. En dat zal vooral in de nacht naar de vrijdag zijn. Dan kan het ook eventjes weer gestaag doorregenen. Maar dan, als dat, die regen weggetrokken is naar Duitsland, dan hebben we voorlopig weer droge omstandigheden. Vrijdag in de loop van de dag, en we zien het ook al aan de barometer, dan wordt het allemaal wat standvastiger weer. Vanuit Frankrijk een hoge druk. Gebied geeft meer en meer invloed uitoefenen op onze omgeving. En dat merken we dan ook al in het weekend, dat er wat meer zon is, iets hogere temperaturen. Je kunt dan 18, misschien 19 graden nou wel verwachten. En na het weekend, dan zet voorlopig eventjes het mooie weer door met wolkenvelden, zon en meest droge omstandigheden en temperaturen. Misschien halen we de 20 graden nog wel, maar dat is altijd nog eventjes afwachten, want de warme lucht zit in het zuiden en probeert wel heel die wat op te schroeven. En hoe ver dat de kump is nog eventjes afwachten, maar de beste papieren, het ook volgende week het zuiden van het land en wat frisser is, bleef het in het noorden. Maar hoe dat allemaal geeft, ik ga hier eens even lekker rondkijken. Morgen is er weer een weerpraat en dan kunnen we weer heel ergens anders. Goed gaan.